Deze beelden worden mede mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rotteveel en ictspecialist.nl. Fred de Boer, ASV leidt vandaag een pijnlijke 0-4 nederlaag tegen Excelsior 31. Ik denk dat je uitermate teleurgesteld moet zijn. Ja, de stand is natuurlijk vreselijk. Thuis 0-4 verliezen. Dus dat doet pijn. Dus dat is even één. Tweede compliment aan Excelsior, die uit bijna niet meer kansen dan dat ze doelpunten hebben gehad, wel 4 goals hebben gemaakt. Dus hoog rendement. Eerste helft, denk ik, een hele knappe eerste helft van beide teams. Hoge intensiteit, hoog pressen van beide teams. Met vlagen, knap voetbal. Eigenlijk bijna geen kansen, over en weer niet. De enige kans van hun was een goal. Nou ja, dat hebben we in de rust ook benadrukt. Dat het eigenlijk heel knap is. Alleen dat je een paar dingen wat beter moet doen. Nou ja, dan zie je na 2 minuten de 2-0. Fout met dribbelen volgens mij van achteruit. De derde goal, ook dribbelen van achteruit. Waardoor je de tweede en de derde goal echt weggeeft. Nou ja, dan is dit team te goed om even te zeggen, die spelen we even ondersteboven. Bij 2-0 kregen we nog een kans met Esther Schrijver, waardoor je nog een wedstrijd kan kantelen. Nou, dat lukt niet, waardoor je nu de stand krijgt, 4-0. Waardoor je ook uiteindelijk verstandig moet zijn en kan wisselen om spelers fit te houden. Dus Jona, die was kapot. Die heeft natuurlijk weinig hele wedstrijden gespeeld. Guus, voorzichtig mee. Nick, voorzichtig mee. Ja, hoe vervelend ook. Je probeert dan je verstand ook nog te gebruiken. En te denken, oké, we moeten ons overgeven. Maar ik moet wel denken aan de nacompetitie. Nou, dat is wat we als coaches dan maar gedaan hebben. En erg pijnlijk. En ik hoop dat we de komende weken deze fitheid en gretigheid van de eerste helft volhouden. Maar ja, de domme fouten, want die hebben we zelf gemaakt. Het zelf in de voet schieten. Ja, dat kan op dit niveau niet. Dat zal ik nog een keer benadrukken. Dan moeten ze zelf maar een keer terugkijken. En als ze het zelf terugzien, kunnen ze het zien. Maar dat maakt wel het verschil tussen hou je 1-0 en hou je de spanning in de wedstrijd. Of geef je hun vleugels. Nou, we geven hun vleugels. En dan moet je je hoofd neerleggen. Ja, had je gezien de uitslagen op de andere velden vandaag nog in de kampioenstrijd kunnen gooien. Dat is nu niet meer mogelijk. Excelsior 31 lijkt nu bovenaan te komen te staan, zoals de standen nu zijn. Hoe ga je nou die laatste twee wedstrijden in? Hoe kan je je mannen motiveren? Je moet vorm tonen. De spelers moeten vorm tonen. Dus dat moeten ze ook trainen. Dat moeten ze met wedstrijden. Dus heb je ook gezien volgens mij aan de eerste helft. Dat we een bepaalde vorm hebben. Een bepaalde gretigheid. We willen. Alleen in de uitvoering. In het van achteruit. Geen domme fouten maken. Maar ook in het aanvallende spel. Daar moeten we natuurlijk wel meer kunnen creëren. Nou, we moeten kijken of we de komende weken daar nog weer fit krijgen voor achterin. Want die hebben we nodig. Gijs. Middenveld of voorin, Marco voorin. Dus deze twee weken gebruiken we daarvoor om iedereen zo fit en zo fris mogelijk te krijgen. En dit moet je nou even wegspoelen. Ik doe dat met Cola Light. Sommigen zullen dat met bier doen. Maar je moet ook wel goed analyseren naar wat gaat goed en wat gaat fout. Dus er zijn mensen die zeggen, het was heel slecht. Dat is namelijk niet zo. Er waren hele slechte momenten met soms hele knappe wedstrijden. Ja, dat is wel wat voetbal maakt. Voetbal rijgt momenten aan elkaar. Dus daarin hebben we een onvoldoende gescoord. Nou, volgende week naar AZSV, een lange busreis. Ja. Gras, even weer wennen denk ik. Ja, we gaan ook op gras trainen. In ieder geval 2 keer, op dinsdag en donderdag. Dus dinsdag weer pittig, zoals we afgelopen week ook gedaan hebben. Donderdag gas terugnemen en ons zo goed mogelijk voorbereiden. En nog meer dan deze weken zijn we dus nu bezig met de nacompetitie. Dus ik word daar niet anders van. Ik word wel anders van, ik denk, domme fouten, wat kan je nou doen? Maar niet, ik denk, we staan er wel goed op, dat zie je. Alleen, dat laatste stukje is ook goed erop staan. Dus daar moeten we ons, deze weken moeten ze wel laten zien op trainen en met wedstrijden dat je dat ook echt kan. En anders dan moet ik ingrijpen. Conclusie, persoonlijke fouten, nekken vandaag ACV, maar toch wel hoopvol naar de nacompetitie toe. Ja, vind ik wel. En de complimenten voor Excelsior. Ik weet niet, als het zo blijft, dan kon dit wel eens het kampioensteam zijn. Bedankt voor vandaag en dan tot volgende week in Aalst. Dankjewel. Deze beelden werden mede mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rotteveel en ictspecialist.nl.